Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, automobielbedrijf P. Troost en Zonen, Reisbureau Buitenlandse Zaken en Rotterdam Factoring. Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze vrijdag hebben wij hier Jeroen Gruter van de NOS. Welkom Jeroen. Ja, dankjewel. Dennis van Issel is er en Geert en Oude. Ja, Geert, die gitzwarte gebeurtenis van gisteren in Rotterdam zou jou ook volop bezighouden, denk ik. Nou ja, kom je niet van los, hè? Nee, ik denk vooral als vader van een kind. Als je dan weet dat hij voor zijn hele leven zijn moeder moet missen. In dit geval gaat het over een andere kinder uit de familie. En het anderzijds relativeert het ook wel eens dat ik me soms ergens druk om maak. Dat ik denk van ja. Waar maak je nou eigenlijk druk om? Waar maak ik me nou eigenlijk over druk om? Over voetbal bijvoorbeeld. Ja, ja, precies. Voetbal dat er wel bij stilstaat, Jeroen. Bij de twee Rotterdamse wedstrijden. Want we hebben een derby dit weekend. Minuut stilte. Uiteraard. Mooi hè? Nou ja, niet mooi. Niet goed. Mooi, maar ja, nee, het is heel belangrijk. Ik bedoel, de hele stad is aangedaan. En het is goed om collectief daar eventjes een moment stilte voor en achter gaan nemen. Ja, jij bent hier ook woonachtig. Dat raakt jou natuurlijk ook. Ja, bijzonder. Het is hier natuurlijk ook niet heel ver vandaan gebeurd. En ik fietste rond. Ik fietste eigenlijk vanaf de Maastunnel over de brug. Ja, daar heeft gisteren die gek ook gereden. En ja, dat is heel gek, want op de een of andere manier rij je dan door wat Armando ooit schuldig landschap heeft genoemd. Dus het was vroeger onschuldig, want er was niets gebeurd. En nu is dit gebeurd en nu is opeens deze hele plek is eigenlijk verbonden aan dit afschuwelijke incident is het niet. Het voelt alsof het de stad, en daar ben ik, maak ik misschien dat te groot, maar overal waar je komt in de stad, want ik ben toevallig vandaag op veel plekken in de stad geweest. Het lijkt alsof er een soort zweem over de stad zit. Weet je wel, mensen zijn rustiger, ingetogener. Het valt gewoon op. Ja, een deken. Ja. En ook op het voetbal. Deken van verdriet. Ja, ja. Absoluut. De verschrikkelijke taak om dan van dit naar het voetbal te gaan. Eigenlijk onmogelijk om daar een verbinding in te maken. Maar we gaan het wel proberen. Van zo'n drama, Dennis, naar het meestal vrolijke, maar totaal onbelangrijke voetbal. Jij was in de arena woensdag. Heb je hier weer komen? Dat klopt. Wij waren opnieuw welkom. Ja. Ja. Hoe is het om te schreeuwen in een lege arena? Nou ja, dat hebben we in de coronajaren natuurlijk meegemaakt in lege stadions. Niet specifiek in de arena, niet flauw gaan doen. Dat het daar toen weinig voor Feyenoord te juichen viel. Nee, ik probeer me als ik verslag doe altijd in te beelden voor wie ik het doe. En het Rijnmond publiek is pro-Feyenoord. Zij kunnen er niet bij zijn. Wij hebben het voorrecht, Dennis en ik, om daar wel bij te zijn. Dus dan probeer je te reageren zoals de supporters van Feyenoord dat doen. Ja. Jeroen, wat maakt die uiteindelijke 0-4 in jouw ogen zo knap? Flink wat zaken. Om te beginnen, de focus die er toch weer was bij Feyenoord. Feyenoord heeft het echt weer aangevlogen alsof het een wedstrijd op zich was. Dus eigenlijk zijn ze erin gegaan alsof het 0-0 stond. Zelfs in een hotel gegaan voorafgaand aan de wedstrijd. Om gewoon maar volledig geprepareerd te zijn. Slot is in het hoofd van Stijn gekropen om te bedenken van wat zou er allemaal kunnen gaan gebeuren. Had al zijn maatregelen getroffen. Zerouki stond klaar om er meteen in te gaan komen. Nou, dat bleek in principe goed uit te pakken. En, wat was de gedachte daarvan, van deze wissel? Nou ja, omdat hij wel op zijn vingers kon natellen dat Ajax met een extra aanvaller zou gaan spelen. Hij wilde toch gewoon balans en controle gaan houden in die wedstrijd. En nou ja, ze zijn geen seconde in de problemen gekomen. Nee. Dan moet ik zeggen, we hebben het allebei gezien in de arena, Dennis en ik. Er staat geen maat op Feyenoord. Zeker niet als je het vergelijkt met Ajax op dit moment. Ze geven helemaal niets weg. Het kon na een minuut al 0-4 zijn. Hè? Nou, ja. Na 14 seconden, Geert. Dat vond ik dat zo was echt bizar. Paschou liep er langs alsof er niemand stond. Ja. Ja, je gaat verder met een scheidsrechtersbal. Ajax heeft hem nog geen enkele keer aangeraakt. En daarmee bepaal je wel meteen de toon. Hè. Als je binnen 10 seconden... Nou, ze komt hem nog wel weg, maar Paschou kreeg toen die bal in zijn voeten. Ja, dat klopt. Dus ze konden hem zelfs niet eens verdedigen. Precies. Dus als je dan hoort van oké, Ajax wil gaan komen en het lukt je dan meteen om zo'n gevaar te stichten met Paschou en Timber, dat zegt natuurlijk wel wat. Terug naar jouw opsomming dan van zojuist. In wat voor historisch perspectief moeten we zo'n 0-4, want die uitslag is historisch, in wat voor perspectief moeten we die dan plaatsen? Ja, het is natuurlijk ongekend. De fase waarin Feyenoord zich momenteel in bevindt, dat moet je terug naar de jaren 60 zo'n beetje. De dominantie, de heerschappij, maar ook de wijze waarop het gebeurt. Want de manier waarop Feyenoord nu voetbalt, ja, dat is natuurlijk gewoon ongekend. Ja. Ontzettend goed. En als je kijkt naar die 0-4, die staat nu heel erg mooi.
ik denk dat als de wedstrijd gewoon was uitgevoetbald afgelopen zondag, was het 0-7 geworden waarschijnlijk. En dan had je het over nog een heel ander verhaal. Nog historisch. Ja, zeker. Ja. Even historisch dat Feyenoord daar nu twee keer op rij, twee seizoenen op rij, wint. Ja, het was de derde keer dat het, dat Feyenoord lukt. Hè? Ja. Laatste keer ergens in de jaren 80, geloof ik. Laatste keer ergens in de jaren 80, in de jaren 60 is de keer gebeurd, hebben we toen opgezocht. Dus ja, volgend seizoen kan er dan echt iets unieks. Dan kan Feyenoord daar misschien wel drie keer op rij winnen. Dat is dan echt nog nooit gebeurd. Net zoals dit, de ruimste zege ooit is. De eerste Feyenoord in de Eredivisie die een hat-trick maakt bij een uitwedstrijd in Amsterdam. Dus op vele fronten iets heel erg unieks. En als je dit vooraf had gezegd, had iedereen denk ik al helemaal de Polonaise lopend bij de gedachte aan de voorkant. Maar wat Jeroen ook aangeeft, dat is heel gek. Feyenoord wint daar met 4-0. En na afloop heb je het gevoel, dat had nog meer in gezeten als het anders was gelopen. Dat is eigenlijk wel heel erg gek. Had Feyenoord nou die wedstrijd eigenlijk ook wel willen uitspelen? Of toch liever niet? Is daar nou een duidelijk antwoord op? Nee, dat is heel duidelijk. Feyenoord had het ook mooi gevonden als dit moment werd aangegrepen. Ze weten hoe de regelgeving is, hè? Maar als dit moment werd aangegrepen van ja, op een gegeven moment gaat het gewoon te ver en moet je ook paal en perk stellen. En dit was misschien wel het moment geweest om dat een keer te doen en te zeggen oké, we gaan hem ook niet meer uitspelen. Ook, het is gewoon klaar als je dit doet. Er wordt nu ook een precedent geschept natuurlijk, hè, voor... Maar dat had Feyenoord ook kunnen overkomen toen vorig jaar die aansteker op het veld kwam in het Feyenoordstadion. Als hij niet verder was gespeeld. Maar dan had ik precies hetzelfde. Dan had ik precies hetzelfde gezegd van niet meer uitspelen. Laat het maar zoals. Dat moet ook niet vergeten. En het andere unieke aan het hele feit, aan het hele gebeuren is van deze wedstrijd, is buiten de dominantie van Feyenoord, is ook hoe ver Ajax down the drain zit. Dat moet je natuurlijk ook niet vergeten. Want dat is natuurlijk ook eigenlijk uniek in Nederland. Dat Ajax op dit moment gewoon terecht in het rechte rijtje staat. Dat moet je niet vergeten. Nee. Kijk, je kan eens aan het begin van de competitie je twee moeilijke wedstrijden hebben. En dan sta je 2-1 of 2-2, dan sta je rechts. Maar nu is er 6 wedstrijden gespeeld en ze staan rechts. Ja, ze staan 14e. Je gaat nu nerveus naar Waalwijk toe om tegen RKC te gaan voetballen. Ja, want dan moeten ze Michiel Kramer zien te temmen. Nou, een prettige wedstrijd. Dat bedoel ik. Ja, ja. Is dat een Rotterdammer? Nou, dit is de man die regelmatig op jouw stoel zit. Ja, ik denk ik vraag het nog eventjes. Ja. Ja. Nee, terecht dat je die voetnoot plaatst. En wij hebben natuurlijk vanuit het Rotterdamse iets wat te doen met Maurie Stijn. Als voormalig trainer van Sparta. Dat sowieso. Ja. Dat sowieso. En ja, je vraagt je af hoe lang die daar nog trainer is. Ja, dat... Als ze namelijk zeggen, Jeroen, we gaan hem niet ontslaan, dan? Dan gaat het heel snel gebeuren, bedoel je? Dat is vaak wel het mechanisme. Ja. Maar wie moet hem dan gaan ontslaan? Ja. Jan van Halst, die eigenlijk ook al daar zomaar zit vanuit de Raad van Commissarissen. Ik weet het niet wat nu wijsheid is. Ze kunnen beter maar gewoon wachten tot er echt duidelijkheid ontstaat. Want dan breng je een nieuwe trainer binnen. En dan? Zal die het snel op de rails hebben staan? Ik geloof er helemaal niets van. Terug naar Feyenoord, want daar zitten wij hiervoor. Santiago Jiménez heeft er nu 9 gemaakt in 6 wedstrijden. Geert, als hij zo doorgaat, is hij dan na de kerstdagen nog wel spits van Feyenoord? Nou, dat hangt van een aantal factoren af. Of Feyenoord tussentijds bij zijn contract misschien wel gaat verlengen. Want als zij dit zien natuurlijk. En zij kunnen misschien een veelvoud krijgen van wat hij misschien nu waard is. Is pas al gebeurd, hè? Ze hebben pas al zijn contract. Ja, je weet hoe opportun de voetbalwereld kan zijn. Maar als er een club komt en die gaat meer dan 50 miljoen bieden in de winterstop voor Jiménez, ja. Is dat niet wat weinig? Nou ja, ik begin altijd rustig aan, hè. Oh, dat is voor eerst. Ik probeer altijd realistisch te zijn. Dan is hij eigenlijk bijna onhoudbaar. Weet je, als je dit niveau kan vasthouden, hè. Want het is natuurlijk nog wel zo dat zoveel clubs, hè, die clubs die hem willen gaan zien, die willen hem ook in de Champions League zien. Ja. Hij is voorlopig nog geschorst, de volgende wedstrijd. En dan krijg je dat tweeluik. Nou ja, en ik denk dat er dan heel veel scouts op de tribune... Met laatste jaar bedoel je, die twee wedstrijden. Ja, die zijn toch achter elkaar, hè? Ja, zeker. Ja, precies. Ja. Nou, dus... ik denk wel overigens, een speler heeft daar ook nog iets van te vinden, hè. Ik heb de indruk dat hij het heel erg goed naar zijn zin heeft. En dat het voor hem geen enkele aanleiding is om nu tijdens het seizoen al weg te gaan. Ik bedoel, wat is er nou mooier dan? En voor een tweede keer kampioen worden met Feyenoord. Het heel goed gaan doen in de Champions League. Wat zeker niet ondenkbeeldig is. Topscorer van Nederland worden. Dat is toch een veel mooier moment dan voor heel veel geld in de winterstop naar welke club. Nee, maar daar kunnen wij het over eens zijn. Maar ik kan niet in zijn hoofd kijken. Ik weet uit persoonlijke ontmoeting met hem dat hij het uitstekend naar zijn zin heeft. Maar... Ja, voor hem zijn toekomst. Ik weet niet wat voor hem op lange termijn, wat hij denkt van, nou, dit is mijn tussenstap. En ja, ik wil misschien zo snel mogelijk naar Barcelona of naar AC Milan. Lijkt nu dat Slot precies hetgene is dat hij nodig heeft. Hè? Die weet hem te prikkelen.
Het vertrouwen is geheel wederzijds. Hij zegt ook, alles wat mijn trainer vooraf bedenkt, komt uit. Ja. Ik bedoel, dat is een 2-1-eind geworden. Ja, maar het is hem ook niet aankomen waaien. Jiménez is ook één van die spelers die vorig seizoen al steeds een uur eerder dan de rest naar de club kwam. Om te kunnen leveren wat Slot van hem vraagt. Daar is Slot heel duidelijk in geweest. Daar had hij het echt moeilijk mee. Dus hij heeft het natuurlijk ook voor een heel flink deel gewoon zelf aan die arbeid te danken. En als dat zich uitbetaalt, dan is dat prachtig. Hij maakte een hat-trick in de Johan Cruijff Arena met die 0-4 van Feyenoord bij Ajax. Wat een week was het voor Jiménez. I think it was difficult because it's a shame that a game like finish like this way. The game was suspended. But we knew that we need to stay focused and even we had to play 35 more minutes. I watch my team and I see they still hungry, they still want more. So it was really easy that we are gonna win. Gedijt hij ook beter als hij een concurrent heeft die misschien wel even goed is? Dat weet ik niet, alleen die heeft hij op dit moment niet. U weet dat. Maar is hij dan even goed als hij? Dat weet ik niet. Maak jij eens een inschatting? Nou ja, als ik Slot moet geloven, doen ze niet zo gek van elkaar onder. Er wordt hoog opgegeven over de Beda. Ja. Nou ja, kijk, dat er concurrentie is, maar die was er vorig jaar ook. Hè? Vorig Danilo. Jaar is Danilo begonnen, terecht overigens. En die heeft het prima gedaan bij Feyenoord. En toen is hij gekomen en hij is daar een soort van overheen gegaan. Nou, ook allemaal goed. Alleen voor Ueda is het natuurlijk ook. Ja, als je zo'n goede spits hebt, die wil ook spelen. En als ik dit zo bekijk, ja, zal Jiménez in principe gewoon altijd gaan starten. Uitzonderingen daar gelaten. Weet je, nu zal dinsdag deze jongen gaan spelen. Ueda, ja. Maar hij heeft er veel vertrouwen, die Jiménez. Dat zag je ook wel in het restant van de wedstrijd woensdag in Amsterdam. Hij krijgt de bal op de middenlijn en dan schiet hij in één keer op doel. Terwijl dat moet je natuurlijk eigenlijk maar aan één iemand overlaten. Ballen vanaf de middenlijn in één keer op doel schieten. Kijk, daar is hij nog een keer. Geert Rauwe, met oud RBC. Ja. Nog voor de middenlijn. Raak. Ja, maar ik denk dat het is wel leuk, maar dat je dit stuurt, dank daarvoor. Ik word overigens laatste week kreeg ik ook van, oh, je hebt het zeker zelf meegenomen. Ik zeg, nee, dat hebben ze zelf. Dit wist jij niet of dit zou. Nee, precies. Je carrière is moeten doen. Nee. Ja, maar toen kwam jij nog niet zo vaak. Maar nee, maar luister, het is krijg wel het is wel een kartje van gerenommeerd commentator. Luister, iedereen, ik krijg nooit kartjes, joh. Zo voel ik dat niet. Okay. Maar mensen kijken er wel naar. Ik moest laatste wedstrijd uit bij PSV en de jeugd kijkt er toch naar. Dus dat is wel leuk. Alleen het is wel. Het voorbeeld zijn, dus heel veel uit jezelf halen. Dus dat die jongen eerder naar de club gaat. En dat heb ik ook wel eens in mijn tijd gedaan. Niet altijd, daar had ik misschien nog wel meer uit kunnen halen. Maar op het moment dat je heel veel tijd in jezelf investeert, kijk naar Cristiano Ronaldo, ja, gaat dat zich vroeg of tijd terugbetalen. En nou, dat zie je ook bij Jiménez. Ja, toch ook nog iets over zeggen. Hè? Want voor Ueda is dit misschien wel een ideale situatie. Want hij wordt het inderdaad, voor veel geld wordt hij overgehaald van Cercle naar Feyenoord. Maar hij krijgt nu wel de kans om te aarden bij Feyenoord. Hij ziet hoe er gespeeld moet worden. Hij kan kijken naar Jiménez, hoe die dat doet in het veld en wat er straks van hem verlangd wordt. Tijdens de trainingen laat hij al hele bijzondere dingen zien. Daar zijn ze inderdaad heel erg te spreken over. En dan komt er vanzelf een moment dat zich gaat vertalen in een wedstrijd. Ja. Dus prima. Ja, en hij is al sneller fit dan gedacht, hè, na die blessure met de Japanse nationale ploeg. Ja, er werd toen gecommuniceerd dat het om enkele weken zou gaan. Ja. Ja, dat kunnen er dus ook twee zijn. Dus wat heeft dat meegevallen? Hetzelfde geldt eigenlijk voor Ivan Ušić. Dat ook van gezegd enkele weken heeft Slot ook al verklapt. Ja, het kan korter zijn. Er wordt om en nabij de volgende interlandbreek. Misschien zelfs met Kroatië dat hij dan op pad gaat. Maar dan zitten we op 4 weken ongeveer. Maar je hebt toch gezien hoe ver zijn enkel... Nou, minder is nu een week geleden. Dus. Je hebt toch gezien hoe ver zijn enkel... Ja, zeker. Nou, ik heb die blessure ook zelf een aantal keren gehad. Ah, kost je echt... Minimaal 4 weken. Minimaal. En dan zit ik aan de goede kant. Nou. Toch ook, hè, die medische staf van Feyenoord, die slaagt het al in de laatste jaren om die spelers heel snel klaar te stomen. Ja, absoluut. Dat is opmerkelijk, want vaak hoor je van blessure dit, spierblessure en ook, daar. En ook dat het daarna vervolgens goed gaat. Niet dat ze te vroeg zijn gebracht en dat het dan weer misgaat. Maar ook gewoon... Trauner vorig jaar, kan ik me herinneren. Was zo'n, maar hoe meer effort je daarin steekt, dat geldt ook met blessures. Ik heb een keer na een meniscusoperatie 12 dagen later weer gevoetbald. Zou je zeggen, hoe dan? Nou ja, was je in Loeders geweest? Nee, gewoon heel veel, elke dag tijd erin gestoken. Ah, okay. Ja, en ik was topfit op dat moment. Dus ja, jij probeert er een grap van te maken. Maar ik zou werkelijk niet durven. Nee. Het kan. Kan Ueda echt 90 minuten spelen volgende week woensdag tegen Atletico? Mm,
dat is afwachten. Daar is het toch wel eventjes uit geweest natuurlijk. Dat gaat een hele intensieve wedstrijd worden. Ik heb laatst Atletico tegen Real gezien. Zo. Toen zat ik ook even te denken. Dacht ik, dat gaat geen makkie worden. Dat gaat geen 0-4 worden, dacht ik toen. Dus ik denk het eigenlijk niet. Jeroen, begint Quinten Timber onmisbaar te worden? Nou, nee. Niet onmisbaar, maar ik vind wel dat hij stappen aan het maken is. En dat was nodig ook, want hij is vorig jaar binnengekomen. Ik vond hem geen dissonant, maar niet een van de bepalende spelers binnen Feyenoord. Wat ik eigenlijk jammer vind in zijn spel is dat hij zo vaak op zoek gaat naar de moeilijke paas. Terwijl de oplossing soms heel simpel is. Ja. Als hij dat er nog een beetje uit weet te krijgen, dan denk ik dat het nog veel beter gaat worden. Maar hij wordt wel steeds beter. Want hij heeft natuurlijk een belangrijke assist bij die 0-1 in de arena. Wat voor dat stappen? Was heel goed. Ja, die was goed. Ja, vrij afgewerkt trouwens ook. Wat voor stappen zie je bij Timber? Wat voor ontwikkeling maakt hij door? Hij heeft natuurlijk ook een blessure gehad vorig jaar. En volgens mij is hij daar gewoon letterlijk sterker van teruggekomen. Bedoel ik niet alleen mentaal, dat ongetwijfeld ook. Meer inhoud. Als je hem hoort. Ja, als je ook dat duel ziet met die guy, maar wel ook de weken hiervoor in sommige duels, waar hem vorig seizoen nog wel eens dan wilde hij dat wegdraaien en dat lukte regelmatig, maar af en toe ging dat ook mis. Ja, dat is er dit seizoen eigenlijk nog niet bij geweest. Ten eerste had ik het voorwoud, oké, dat lukt dan tegen Almere en tegen Heerenveen, maar ook tegen Celtic en tegen Ajax lukt dat bijna die trademark van hem. Ja, dat het hem ook lukt. Hij wordt dan niet van de bal afgezet. Het is echt gewoon sterk aan de bal. Het geeft ook nog maar meer aan dat het niet altijd zo is dat een topspeler van een subtopploeg, zoals Twente, Heerenveen in normale doen en Utrecht, dat die bij een topclub komen en gelijk gaan spelen. Weet je wel? En daar zijn. Kijk naar Siruki. Ja. Siruki gaat het misschien wel redden bij Feyenoord. Gaat het zeker wel redden. De moeite die ik hier dan wel mee heb, hè, dus ik denk dat jouw constatering helemaal klopt. Alleen tegelijkertijd zie je wel een trend dat soort clubs steeds meer vragen. Dus het is voor Feyenoord steeds moeilijker om een speler van een Twente of een Heerenveen te halen. Mm-hmm. Terwijl je maar moet afwachten of ze die stap kunnen maken. Dat loopt een beetje scheef bij mij. Ja, nou ja. Op het moment dat het... Kijk, dat heeft ook met de markt te maken. Kijk, Feyenoord zal ook meer gaan moeten betalen omdat clubs weten dat ze meer centjes hebben. Ja. En zie Mats Hiever, hè, die van Excelsior komt vorig jaar en nu ook inmiddels weer de sterren van de hemel speelt, zou die ooit is met zoveel dat ruimte kunnen gaan voetballen als ze in twee lijkt tegen Ajax. En dat is ruimte die kregen. En dat is een uitzondering, hè? Ja. Dat is een uitzondering dat Mats Wiever het zo goed doet. Jeroen, de laatste vier competitiewedstrijden van Feyenoord nu 21 goals gemaakt. Krankzinnige hoeveelheid. Nu wacht Go Ahead Eagles, waar veel over wordt gecomplimenteerd. Ja. Door Jan en Alleman. Terecht. Ja, want wat maakt ze zo goed? Hun stadion en de vorm die ze daar altijd tentoonspreiden. Want uit is het wel wat uit minder. Is het drie tanden minder, ja zeker. Daar worden ze opgetild door de fans. Tegenstander heeft altijd een moeilijke avond of een moeilijke middag. Dat zag ik vorige week ook weer toen ze Fortuna op bezoek kregen. Ja, die kwamen uiteindelijk helemaal niet in hun spel. En dat is gewoon door de samenhang, publiek, sfeer, spelers. Op een gegeven moment voel je natuurlijk al onverslaanbaar in je eigen stadion. Terwijl in uitwedstrijden is het eigenlijk het tegenovergestelde. Ja. Nou, we hebben gezien wat ze wilden tegen PSV. Daar gaan ze eigenlijk met vijf verdedigers spelen. En ik denk dat ze ook wel zoiets zullen gaan doen hier in de Kuip. Want ja, je wilt niet weer met 6-7 doelpunten worden weggestuurd. Zoals Heerenveen en Almere City. Als je in Deventer speelt, dan voel je de druk van het stadion. Ook al zitten er maar 10, 11.000 mensen. Je voelt die druk. En daar kan je, ja, als je daar ontvankelijk voor bent, daar kan je last van hebben. Ja. Ik vond het altijd mooi. Maar ja, ik kan me heel goed voorstellen dat ploegen daar moeilijk hebben. Ja, vanwege alleen dat al. Fans zitten natuurlijk heel kort op het veld. En het is ook een beetje klein Feyenoord ook. Hè? Mm-hmm. Hele betrokken supporters op een goede manier. Ja. Duidelijk. En het ruikt voetbal in de Adelaarshorst. Ja, maar goed, jongens, hebben het nou over een wedstrijd, over het stadion in Deventer. Maar dat is gewoon in de Kuip. Jij vraagt, moeten bang zijn voor Go Ahead Eagles? Dus dat vroeg ik helemaal niet. Ik vroeg hoe sterk ze zijn. Hoe dan ook, hetzelfde. Feyenoord tegen Go Ahead Eagles, dat doet ook wel terugdenken aan vorig seizoen, 14 mei. Toen was het de kampioenswedstrijd van Feyenoord. Ik had daar nog niet echt bij stilgestaan voorafgaand. Maar nu jij het zegt, dacht ik wel gelijk van ja, inderdaad, dat is een prachtige herinnering. En daar hebben we een heel jaar heel hard voor moeten werken. Dus ik hoop dat die jongens die herinnering ook nog hebben, hoe geweldig dat was. Maar dat ze dan tegelijkertijd ook het besef hebben wat ze er een heel jaar voor gedaan hebben om die wedstrijd te kunnen spelen. En daarvoor is de wedstrijd vanmorgen ook weer zo belangrijk. Want het is natuurlijk prachtig als je een klassieker wint met een heel mooi resultaat. Maar tegelijkertijd speel je bij een topclub niet om af en toe goed te spelen, maar om elke drie, vier dagen goed te spelen. En die uitdaging ligt er nu weer ook na een gewonnen klassieker.
Ja, die was afgelopen woensdag dus, dat restant. Volgende week woensdag die Champions League ontmoeting. Gaan die twee wedstrijden nog van invloed zijn op de opstelling morgen tegen Go Ahead Eagles bij Feyenoord? Nee, nee. Arne Slot, we kennen hem al een paar jaar. Hij is al een paar jaar nu trainer van Feyenoord. Die roleren, daar doen we niet aan. Nee, niet meer. Nee, zeker niet over een wedstrijd heen kijken. Want dat kan Feyenoord zich nog steeds ook niet permitteren. Dat is onderdeel van het succes ook. Waarom zouden die aanpakken? Daar gaat hij niet van afstappen nu. Nee, wat toch, Jeroen, als Feyenoord die eerste twee competitiewedstrijden wel de boel op orde had. Qua selectie. Qua geloof misschien ook wel. Nou ja, het geloof zal er ongetwijfeld zijn geweest. Ze waren aan het wachten op een paar spelers en... Je moet niet vergeten dat Feyenoord na 25 minuten met een man minder op het veld staat tegen Fortuna. Helder. En nog heel dicht bij 1-0 is geweest. Overigens ook bij 1-0 achterstand. Maar ja, ja dat is een gekke wedstrijd. Dat kan gebeuren. En over die beslissing hoeven we het niet meer te hebben. En die andere wedstrijd tegen Sparta. Ik denk dat ze daar één helft niet aanwezig zijn geweest. Maar dat ze in de tweede helft dat ze dat in ieder geval nog hebben weten recht te zetten. Want verliezen, dat is echt niet fijn. Van 2-0 terugkomen tot 2-2, dan neem je nog iets mee. En ook daar hadden ze nog kunnen winnen met die vrije trap die door Arlet de kruising werd gehaald. Dus ja, het zijn wel vier dure punten. En het valt extra op omdat PSV foutloos blijft. Ja. Maar dat kan ook geen eeuwigheid duren. Zo is het. Je ziet dat AZ ook al nu gisteren puntverlies leidt tegen Heracles. Twente al verloren van RC. Ja, dus. Zo zijn we zesde wedstrijd nu onderweg. Jeroen, als ik tegen jou zeg vierde, vijfde en zevende. Ja. Wat zeg je dan? Dan zeg ik, dat is het aandeel van Rotterdam in de Eredivisie. Maar hoe serieus moeten we die balans nemen? Nou, zo vroeg in het seizoen is het lastig te zeggen. Het is wel een indicatie vaak. Ik denk dat je goed naar een wedstrijd of 10, 12 kunt zeggen wat het gaat worden voor een club in het seizoen. Nou, wat dat betreft, als we inzoomen op Excelsior, denk ik dat het heel voordelig is wat er allemaal gaat gebeuren. Ze krijgen nu Sparta, Excelsior. Zeker uitzicht op een goed resultaat. Daarna uit mijn hoofd PEC, Volendam en Vitesse. Eerst Vitesse. Ja. Dan moet je wel een aantal punten in kunnen verzamelen. Ja. En dan ben je echt weg. Dan kun je gewoon lekker gaan voetballen. Vrijheid gaan voetballen. We gaan het zo meteen hebben over die derby van zondagmiddag tussen Excelsior en Sparta. Maar dit Rotterdamse Eredivisie weekend, dat heeft natuurlijk ook een deken over zich heen door de verschrikkelijke gebeurtenissen van gisteren in het Rotterdamse. Daar hebben we de trainers van die drie clubs natuurlijk ook even naar gevraagd. Want ja, staat het hoofd dan eigenlijk wel bij voetbal? Op het moment dat je dat van dat drama hoort, uiteraard niet. Dan ben je eerst nieuwsgierig met de mensen die in Rotterdam wonen, stafleden. En hoe dat familiair gezien bij hun zit. En, want de zoon van de dokter die volgt onderwijs op het Erasmus. Maar gelukkig kwam al snel voor hem en voor ons dus bericht dat hij thuis was. Maar dan maak je je wel zorgen. Ja. En als je uiteindelijk hoort wat van drama het geworden is, ja, dan is dat verschrikkelijk. En mensen alle sterkte toe en nabestaan. Voor Rotterdam was het zeer heftig. Het verhaal met de schutter en de doden. Dat gebeurde allemaal na de training. Maar dat is inderdaad wel een onderwerp van gesprek vandaag. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal hele, hele gekke dingen in de huidige maatschappij. Dat je denkt van ja, hoe dan? Je gaat werken en je komt niet meer thuis. Dus ja, dat zijn echt hele bizarre dingen. Dus ene keer probeer dat zo ver mogelijk weg te stoppen. Aan de andere kant moet je ogen ook niet sluiten voor de realiteit. En, ja, we hadden het inderdaad wel even over de staf. Er gebeuren ook wel, zeker ook in Rotterdam, wel heel veel gekke dingen, helaas. Ja, helaas wel. Dus zondag bij Excelsior Sparta en morgen bij Feyenoord tegen Go Ahead Eagles een 1 minuut stilte. Het wordt de tweede Rotterdamse derby van dit seizoen, Geert. Tussen Excelsior en Sparta, twee ploegen die allebei pas 1 keer hebben verloren. Maar wie verrast er wat jou betreft nou tot nu toe het meest? Excelsior. Ja, omdat ik vind dat er bij Sparta niet veel veranderd is. Nee, maar dat moet je dan ook maar stabiel zien te houden na zo'n schitterend vorig jaar. Jawel, maar als je nou heel veel wisselingen hebt binnen een team, dan zou dat logischer zijn dan nu. Kijk, er is een andere trainer. Maar dat is wel een trainer die al heel lang bij Sparta zit. Als assistenttrainer heeft gewerkt. Dus die ook vooral de lijn van Stijn in een groot deel gewoon doorzet. Maar afgelopen weekend, tegen Vitesse spelen ze met een compleet veranderende achterhoede dan in de voorgaande jaren. Ook omdat Vriends natuurlijk afhaakte. Ja, maar dat zegt gelukkig ook wat over hetgeen wat erachter zit. He, dat had ook zomaar verkeerd kunnen lopen. He, want jonge spelers... Nou, niet tegen Vitesse. Maken wel eens... Nee, maar ja, kijk naar die jongen van Ajax die een breedtebal geeft tegen Feyenoord. Weet je wel? Dus het kan tegen elke tegenstander gebeuren. Ja. Je vraagt naar het meest verrassende.
En Sparta was vorig jaar natuurlijk al een keer hoog geëindigd, dit met Excelsior. Weten we nog de uitzending voordat de competitie begon? Die waren al dood en begraven voordat er begonnen zou worden. Want ze hadden alleen maar wat onbekende spelers gehad. Ja. En als er nu een paar bij zitten die goed lijken te zijn, dan zie je hoe snel het bezig kan gaan. En spelers van vorig jaar van Excelsior, zoals Driewetsch, want die zat daar vorig jaar ook al. Ja, die ontwikkelen zich ook. En Driewetsch zegt van zichzelf, Geert, ik ben wel toe aan een volgende stap. Nou, dat vind ik openlijk dat vind ik wel overdreven. Waarom? Nou, omdat die jongen nu voor het eerst een paar goede wedstrijden speelde. Of heeft gespeeld. Dus ik vind dat een beetje voorbarig. En ik denk ook niet dat er clubs nu zijn die zeggen, oh, we moeten nu gelijk Driewetsch maar even gaan vastleggen. Nou. Want we hebben ook gezien hoe dat vorig jaar was. Alleen wat echt dus verrast zijn die jongens die erbij gekomen zijn en die gelijk een substantiële bijdrage leveren aan het succes van Excelsior op dit moment. Ja. En hoe vaak hebben we niet gezien dat Excelsior het moet doen met jongens waar je soms van denkt, waar komen ze in godsnaam vandaan? En op dit moment gaat dat goed. Ja. En ik vind dat Excelsior, ze creëren meer, ze scoren meer. Verdedigend staat het beter. Ik denk dat Dijkhuizen ook wel goed heeft gekeken van, nou, vorig jaar waren ze wel misgegaan, waar moet ik echt aandacht naar besteden? Ja, en dat begint zich een beetje terug te betalen. Ja, en dan Sparta, wordt het tijd dat ze daar wat meer gaan scoren? Ja, ze scoren niet veel. Ze hebben er nu volgens mij 7 gemaakt. 9. Oké. Dat is nog steeds niet heel erg veel. Maar ik vind Sparta niet beter voetballen dan vorig jaar, hoor. Met name vanuit de achterhoede. Ze missen natuurlijk Pinto heel erg. Die was ontzettend belangrijk in het aanvalsspel. Ongelooflijk dat Sparta die heeft weg laten gaan. Ja. Ja, verschil in vraag en aanbod, hè? Ja, maar dat kan toch niet het bedrag zijn. Maar het kan geen ton geweest zijn. Nee, maar weet je wat niet kan? Is als hij als Sparta erop was ingegaan, was hij de best verdienende speler van Sparta binnen de selectie. Dat kan niet voor je linksback. Daar kun je niet mee akkoord gaan. Nee, dat hangt er wat over waarde die back heeft. Als je kijkt naar, als je weer cijfermatig hebt, want er zit bij Sparta zit Jesper Gudde, zoals jullie weten. En Jesper is van de cijfers en samen met de directeur. Ik denk dat Pinto, als je daar naar gaat kijken, een hele hoge score heeft. Nou, als je daarnaar wil voetballers wil je wel aantrekken naar je club, zou je ze er ook naar moeten betalen. Maar hij was ontzettend belangrijk vorig jaar. En Sambo op de rechtervleugel ook. Nou, dat is aardig ingevuld, maar het is niet beter geworden. En ik mis ook toch een beetje de frisheid in het elftal. Het is allemaal wat mij betreft nog iets te plichtmatig, te geforceerd. Als je ziet ook hoe de overwinningen tot stand komen. Het is gewoon minder goed over de hele linie dan vorig jaar. En wat dat betekent voor komende zondag, ja, dat moeten we afwachten. Omdat Excelsior inderdaad veel beter speelt. En nu een spits heeft die scoort. Zo. Dat was natuurlijk het grote verschil. Agrafiotis heeft er nu 5 gemaakt. Ja. Ik wil, daar gaan we het zo over hebben. Even naar Sparta nog, want de vraag is daar ook. Saito, vriend, geblesseerd vorige week einde. Zijn ze nu beschikbaar tegen Excelsior? Daar ga ik nog niet helemaal antwoord op geven. In ieder geval heeft Bart meegetraind vandaag, dus die is inzetbaar. Ik zag Saito net wel een beetje moeilijk lopen. Ja, dus dat kan zijn dat hij alsnog aanhaakt, maar het kan ook zijn dat hij er niet bij is. Ja, Eerthuis is dan lang uit de roulatie. Hoe bevalt jouw Veldhuis achterin? Nou, ik denk dat Thijs het vanaf het begin uitstekend heeft ingevuld. Naast Bart en vorige week ook heel goed met Rick. Dus in dat opzicht heeft Thijs inmiddels eredivisie ervaring opgedaan. En weet hij steeds beter wat er gevraagd wordt. Dus ik denk dat Thijs als jonge speler zich inmiddels wel heeft bewezen in 6 wedstrijden. Ja. Goeie talentvolle centrale verdediger? Ja, zeker. Ik vind het knap. Want Eerthuizen, die echt flinke stappen maakte, daarom zagen we Ouassar op een gegeven moment ook niet meer. Het gaat er eigenlijk niet eens over dat hij er niet is. Dat is misschien wel het grootste compliment. Het is een verdediger, dus die moet er misschien ook wat onzichtbaar zijn. Dus die Veldhuis is geruisloos in die ploeg gekomen. En, dat wordt voor Eerthuizen een nog een uitdaging. Was psychologische oorlogsvoering van de trainer van Sparta? Ja, het was wel echt een flink rookgordijn. Ik geloof het. Maar als we kijken dat hij niet heel zijn opstelling prijsgeeft vlak voor de derby. Daar zijn we aan gewend. Ja. Maar dat je niet eens meer zegt wie de fit is of niet. Volgens mij liep hij nog half op krukken rond. Ja. Die gaat dus niet spelen. Die gaat de 90 niet volmaken. Ja, nee. Daar hebben ze speciale plekken voor, hè? Voor mensen met krukken in het stadion bij Excelsior. Ja. Maar gaat Jure Bertijn ook een beetje in zichzelf geloven nu? Of, Dit was een groter rookgordijn dan tijdens de gemiddelde show van Hans Klok. Dus dat, nee, Jeroen Rijsselijk is down to earth. Maar iedereen vliegt wel eens een beetje uit. Iedereen verder vergeven. Jij wil wat over Agrafiotis zeggen, wat toch ook wel weer verrassend is. En knap bovendien, als je wat moeizame jaren hebt gekend en dan nu dit kunt leveren.
Ja, dat, maar dat vind ik dus het leuke van voetbal. Hè? Dat je dus een aantal jaar in zo'n selectie rondloopt. En je hebt in principe ook nog best wel de potentie om, om een goede spits te zijn. Hij is redelijk snel, hij heeft lengte. Maar dat afronden, dat lukte maar niet. Nee. En dan gebeurt er iets afgelopen zomer, gaat hij daar nog een keertje extra aan werken. En ineens, ja, is het de bekende ketchupfles. Zo is het. In 5 van de 6 wedstrijden een goal gemaakt. Want met name dat, hè, soms zie je ook van, oké, al 5 doelpunten gemaakt, maar 4 in 1 wedstrijd en 1 in nog een wedstrijd en voor de rest niet. Maar hij levert gewoon wedstrijd na wedstrijd. Als ik je zo hoor praten, ben je zo voorbereid. Jij kan gewoon commentaar doen, hoor, denk ik, van Excelsior Sparta. Denk je? Ja? Staat het ook op de planning? Dat staat op de planning, hè? We hebben nog 30 seconden. Geert, die zijn van jou, want jij kwam net hier de studio binnenlopen en je had iets bij je. Ik heb een presentje voor Dennis. Een jubileum? Ik heb een presentje voor Dennis. Kijk, jij bent een fan van het Songfestival. Zegt jou dit wat? Het is een roze shirt met 84. Harry's, of nou, niet? Ik heb laatst een wedstrijd voor het goede doel gespeeld. Staat er in ook Zweden. Op, hè? Staat er ook op. En daar deed hij mee. Dus de winnaar van het Songfestival in 1984. Vind ik leuk, man. En dat shirt werd geveild. Toen dacht ik, ik koop dit shirt voor Dennis. Dus ik heb het geld aan het goede doel gegeven. Ja, en het shirt vind is voor ik jou. Leuk. Nou, dat vind ik leuk. Nou, dit vind ik echt super sympathiek. Dank je wel. Alsjeblieft. Ik heb de foto's van als bewijs. Dus, als je, dus misschien is het nog wat waard ook. Ja, het is nog mijn geboortejaar ook. Mooi, ben man. Je al zo oud? Ja, Afronden. Jeroen Groeten, wel bedankt voor je bijdrage. Wat mij betreft graag weer tot een volgende keer. Dennis, veel plezier met het shirt. Geert, tot over. Anderhalve week weer, denk ik. Zo snel mogelijk. Ga je slapen? Dat vind ik ook. We gaan het voetbal natuurlijk hier bij Rijnmond weer volgen dit weekende. Daarvoor bent u uitgenodigd de radio aan te zetten. Of het natuurlijk allemaal online te bekijken. En maandag weer naar TV Rijnmond te kijken. Want dan gaan we het allemaal nabespreken. Goed weekend. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Frans Metz de Bedderij, automobielbedrijf P. Troost en Zonen, Reisbureau Buitenlandse Zaken en Rotterdam Factoring.